Het aantal vuurwerkslachtoffers is de afgelopen jaren sinds de COVID-pandemie steeds minder geworden. Brandweervoorlichter Alton Pinas bevestigt dit in gesprek met de nieuwsdienst. Met de toevoeging dat de samenleving steeds meer meewerkt met de brandweer en afgestemd is op voorlichting, waardoor de jaarwisseling steeds beter verloopt. Ja, als we kijken naar de COVID-periode, waren er minder mensen de straat op, maar de slachtoffers die waren er toch nog een veel, 10 slachtoffers, 3 jaar terug, 4 jaar terug. En na de COVID-periode is het gaan verminderen. Het kan zijn dat de mensen zich dus vervielen en veel meer vuurwerk zijn gaan afschieten van het maar thuis beleven. Maar belangrijk is dat we merken dat de gemeenschap gehoor geeft aan de oproep van de brandweer. En het kan ook daardoor zijn dat er minder slachtoffers zijn. Dus laten we met z'n allen de oproep van de brandweer blijven volgen en hopen dat we dan een heel veilige jaarwisseling hebben. Volgens Pinas is de wens dat Suriname dit jaar minder of helemaal geen slachtoffers mag noteren. Hij denkt dat er geen vuurwerkslachtoffers hoeven te zijn indien deze ongelukken worden voorkomen door beter op te letten.